De bimetaal thermometer. Wat is een bimetaal thermometer? Een bimetaal thermometer is een thermometer waarin bimetaal zit. Door de hitte verbuigt het bimetaal. Het bimetaal zit gevestigd aan het wijzertje in de meter en zo kun je zien hoe warm of koud iets is. Ik heb hier een vlammetje op staan en een stukje bimetaal. Ik zal laten zien dat als je dit bimetaal verhit, dat het dan buigt. Je ziet al een beetje dat het krom is. Maar waar wordt zo'n bimetaal thermometer eigenlijk voor gebruikt? Nou ja, in de keuken wordt het vaak gebruikt om dingen te meten. Zoals bijvoorbeeld de temperatuur van de soep. Je kan het bijvoorbeeld ook in een kip stoppen. En dan weet je hoe warm de kip is. In de koelkast, dan kun je weten hoe warm of koud de koelkast is. En in een thermostaat. Als het door de temperatuur beweegt het bimetaal. En dat wordt dan afgegeven op een display. En zo kan je zien hoe warm of koud het is.